Misschien is het geheim van het succes van Staphorst wel Jan Flap. De nieuwe trainer, nog maar net in dienst als vervanger van Jan van Raalte die naar Genemuiden vertrok, is de kampioenenmaker. Al 9 prijzen in 18 jaar als hoofdtrainer. En hij doet het goed. Flap die doet het goed en je merkt dat hij tactisch goede keuzes maakt en heel veel verstand van voetbal heeft. En aan het begin moeten we een beetje wennen aan een nieuwe manier van voetballen. Meer zelf een spel maken. En dat is Rob Meijnheer die dat zegt. De aanvoerder van Staphorst die voor de wedstrijd tegen Excelsior 31 uit Rijssen gehuldigd wordt voor 250 wedstrijden in het gele shirt van Staphorst. Is hij tussentijds ook nog eens 2 seizoenen weg geweest naar Bikwik in Zwolle. Hier de aanvoerder Meijnheer en de overtreding op de rand van de 16 op Brakke. En dus een vrije schop. Veel korte broeken, Flap vond dat niet passend, dus toch in de lange broek als trainer in het heerlijke zonnetje in Staphorst. De vrije trap van Roosink niet goed genoeg, maar hier wel de kopbal en de eerste echte mogelijkheid voor de thuisploeg. Excelsior wat minder goed begonnen, het mist ook Issa in de wedstrijd waardoor er wat geschoven is en Melvin Veldhuis op het middenveld is beland. En hier weer Staphorst met Raymond Kroes. Goeie actie, zegt Van Brakke daar in de 16 en wordt er toch onderuit getrokken. Ja, Brakke onderuit door Boy Boulourditi, maar er volgt geen strafschop. Die volgt hier wel. Jurgen schrijft in, dat geldt met name ook voor Boulourditi. En dan gaat die bal toch op de stip. Ja, het is een optelsom. De eerste situatie van een paar minuten geleden, die was al op het randje. En nu ligt die bal dus wel op de stip. Meijnheer erachter. En de 1 tegen 0 voor Staphorst. Mooi dat de jubilaris de goal zelf achter zijn naam krijgt. Staphorst speelt goed. Het laat Excelsior 31 eigenlijk niet voetballen. Het dwingt de ploeg uit Rijs om de lange bal te spelen. Dit is na een minuut of 20 de eerste echte mogelijkheid. Maar is het de mogelijkheid voor Sam Keuze. Tot nu toe al 2 keer succesvol. Davina verliest daar het duel. Roosink goed ingehouden. Weer snel doorgespeeld. Op zoek daar in de 16 naar de overtreding. Hij is heel gezocht. Maar die bal gaat voor de 2e keer op de stip. Weer is het Boulourditi die de fout ingaat. Weer is het Meijnheer achter de bal. Andere hoek. Ja, en goed gestopt door Koetsier in 2e instantie dan wel raar. 2 goals vanaf 11 meter en een rebound. Staphorst zit op rozen in de eerste helft van de wedstrijd. En goed dat de aanvoerder zijn verantwoordelijkheid pakt in deze situatie. Lange bal van René Oosterhof. Die had geen drukke middag in de eerste helft. Vidom probeert te schieten, gaat dan voor de paas op Brakke. Op vlak van rust is het 3-0. Voskuler kan hem niet bijhouden. En dan is het opeens 3 tegen 0. Wat een wilde voor Staphorst. De lijstaanvoerder in de hoofdklasse B. Na de rust gaat Staphorst verder. Van der Meer! Ja, in de eerste wedstrijd tegen Urk scoorde hij al. En deze was er ook heel dichtbij. Excelsior moet aanzetten. Heeft al 2 keer gewisseld in de rust. En brengt deze bal in. Penteman met de kopbal. Die gaat maar een metertje naast de goal. Hielke Penteman, altijd gevaarlijk en daar was de verdediging van Staphorst ook goed op beducht. Er kwam eigenlijk weinig in de wedstrijd voor. Geen fijne middag. Van het Ende. Vidom kan, krijgt dan uiteindelijk op misschien wel een te laat moment de bal. Maar dit is goed. Afleggen in de richting van Meijnheer. Voorzet. En dan die bal weggekopt. En dan buiten bereik van de camera is het Martin van het Ende die aan de rechterkant en de goal ook maakt. Ja, dat is niet met die bal. Die zou veel hoger over gaan zijn. En dit is 5-0. Het gaat heel snel. Het is in dit geval Camille Vidom. En dus wint Staphorst met 5-0. En is het succes voor Jan Flap geen toevalstreffer. Ik geloof ook niet dat het toeval meer is. Als je inderdaad nu 9, 8 keer gepromoveerd en een Noordelijke Beker.
Ja, er zijn trainers die het niet kunnen overleggen, maar ja, ik ben er bezeten van en ik heb een idee hoe ik het wil hebben. En dat slaat altijd wel redelijk goed over op de spelers. En, maar nogmaals, ik doe het niet met eentje, je doet het met z'n allen. Hè. Ben en Paul die horen er ook bij, je doet het met z'n allen. Alleen je hebt wel een bepaald idee wat je wil en dat slaat redelijk goed aan. En daar ben ik heel blij mee, want voor zelfs slaat het niet aan.